Het is 27 april en voordat ik Koningsdag ga vieren ben ik nog even op kantoor om iets op te halen. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Wolvers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs nou leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. Voordat ik vandaag Koningsdag ga vieren, moest ik nog even langs kantoor om iets op te halen. En ik bedacht me ineens, hey, ik heb jullie eigenlijk nog niet mijn kantoor laten zien. Maar dit is een bedrijfsverzamelgebouw. Hier is zeg maar de deur waar je door binnenkomt. Hier is een keuken en dan is hier mijn kantoor eigenlijk. Je ziet hier achter ook al het bordje. Het grappige is dat als ik daar de deur open doe, dan gaat het licht eigenlijk automatisch aan als ik binnen ga. Kijk, dat is best wel grappig, want als ik dan soms aan mijn bureau zit, dan gaat het licht in één keer uit. En dan moet ik even bewegen, zodat het licht weer kan registreren dat ik er ben. Ik vind het eigenlijk een heel fijne plek, want dan zit ik midden in het centrum van Enschede. Ik kan hier gewoon echt veel mensen ontvangen. Ik kan hier ook allerlei spullen neer gaan zetten, zoals de banner van Plan B. Mijn dagboekfragment uit het magazine van Vanuit Autisme Bekeken. Mijn keurmerk als zelfstandig werkende autisme professional van ZPOK. Ja, natuurlijk koekjes, schilderij over een collage eigenlijk die we ooit tijdens de cursus hebben gemaakt. Hier ben ik best wel trots op. Dit is mijn uitgereikte gouden broccoli certificaties. Het gaat eigenlijk over dat broccoli ervoor zorgt dat mensen met autisme communicatiever worden. Dat natuurlijk een heel raar onderzoek is. In 2013 kreeg ik de Roos van Elisabeth. Het is ook wel heel erg tof dat hij hier mag staan. Dat is een prijs voor mensen die zich inzetten met een psychische kwetsbaarheid. Ja, dan draaien we eigenlijk om. Is daar de boekenkast. Waar iedereen altijd over klaagt van, oh maar Gijs, de deurtjes hangen scheef. Ja, dat is ook zo. Die moet ik nog steeds recht draaien. Hier zijn de kaartjes van iets drinken. Een aantal briefkaarten. Vanuit Autisme Bekeken Magazine. Kijk, daar sta ik. Daar staat die column ook in. En nog één boek, Plan B. De andere is allemaal uitverkocht. En daarnaast heb ik nog echt een hele serie autisme boeken. Dus de tafel kun je relaxed met een aantal mensen zitten. En zo zit ik dan uiteindelijk aan tafel met mijn fijne rolstoel. En mijn rolstoel. Dat is ook, ja, het is een stoel die kan rollen. Ik ga met mijn zoontje naar de rommelmarkt.